Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Dit is een reading voor de mannelijke tweelingziel. Kijk eventjes of het resoneert. Kan goed zijn als dit niet resoneert, dat de vrouwelijke energie beter bij je past. Check dan even het andere filmpje. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, het delen van de filmpjes, het abonneren, de vele liefdevolle, warme berichten, de giften, de privé-reading aanvragen, de healings die jullie graag wensen. Dank je wel daarvoor. Ik doe het enorm graag. Heb je interesse, dan kan je mij altijd benaderen. Hieronder staat mijn e-mailadres en ook natuurlijk de link naar mijn website voor uitleg, prijzen, tarieven. En bij twijfel kan je altijd in overleg treden met mij als je niet weet van waar je voor moet kiezen of wat het beste bij jou past. Zoals gezegd, de mannelijke tweelingziel, we gaan eens even kijken hoe de zaken ervoor staan. Angels, archangels, spirit guides, ancestors, wat mogen wij weten over de mannelijke tweelingziel op dit moment? Kijk eens aan. Mooi. Ja, aan de ene kant hebben we de angst. Dat is het ego wat opspeelt. Angst is niet realistisch, hè? Angst is de weerspiegeling van je onderbewustzijn. Het is een emotie, geen realiteit. Onthoud dat alsjeblieft. Het is een lage vibratie. Het is een ego-zaak. En dat mag je gaan leren loslaten. Voor het potentieel in deze bijzondere connectie. Je ziet die sleutels ook. Als je je ervoor openstelt en je wordt getriggerd, maakt niet uit. Dat biedt jou weer een sleutel om pijnpunten aan te kijken. En daardoor kan je vervolgens weer een nieuwe deur openen en een andere op slot doen. En vervolgens verder en verder en verder. Potentieel. Je bezit het potentieel om de universele tweelingenziel energie uit te dragen. Dat is toch prachtig, want niet iedereen is dat gegeven. En uiteindelijk, als je dus alle pijnpunten hebt aangekeken, angst je niet meer laat overmannen, dus als je een ego-dood hebt ervaren, dan kan er hereniging komen tussen jullie beiden. Je geniet van de hereniging, van de symbiose en de veiligheid die deze waarborgt. We gaan eens even verder hierop inkijken. Oké. Voor die hereniging, dan komt er contact tussen jullie. Het kan natuurlijk ook al goed zijn dat jullie al contact hebben. Middels dromen, middels telepathisch connectie. Het kan zijn dat je de afgelopen weken of maanden dat die contact steeds intensiever is geworden. Dat je meer en meer van elkaar droomt. Dat je elkaars energie beter en beter voelt. Dat is omdat die hereniging nadert en nadert. Blijf in je krachten staan. Sta je mannetje letterlijk en figuurlijk. In balans blijven. Niet te koppig zijn, dus niet te veel. Die angst of dat ego de boventoon laten voeren. Dan kan je dus gaan verhogen in energie, maar ook in frequentie.
En dat is nodig voor die hereniging. Het wiel, het is divine timing. De tijd is daar dat jullie bijeen mogen komen. Hier heb je voor gewerkt, hier heb je zo naar uitgekeken. Let wel op dat je in balans blijft, want jullie kunnen elkaar altijd zo goed triggeren. Probeer goed in balans te blijven. Voor de meeste van jullie betekent dit dat er nu eindelijk hereniging komt, omdat jullie beide in balans zijn, dus je bent er klaar voor. Het is deze keer een connectie van eerlijk geven en nemen. En dat is oneindig, hè? Je ziet hier ook het infinity teken heel duidelijk zichtbaar. Een wens die in vervulling gaat. En kijk eens hoe mooi die connectie. Dat jullie samen verbonden zijn met het universum. Waar al die energie zit. Dat je goed luistert naar je intuïtie. Die verbondenheid met alles en iedereen. En natuurlijk de 9 van munten. Je doet een handreiking uit puurheid, uit liefde. En al die berichten, die handreikingen die je doet, die komen ook aan. Want deze ligt bovenop de sterkaart. Prachtig. Oké, ja, heel mooi. Je laat het verleden achter je. In het verleden heb je veel geleerd. Hè? Je leren losmaken van het verleden is een individuele opgave. Die volledig loslaten en ruimte biedt aan het tweelingzielproces. Soms heb je je misschien wel wat wanhopig gevoeld. Omdat het verleden loslaten heel moeilijk is. Sowieso loslaten. He? Dus je hebt de wanhoop niet de boventoon laten voeren en je bent dicht bij de kosmische energie gebleven. Ook dominantie wilde vaak de kop opsteken. Ook dit, daar heb je je gelukkig niet door laten leiden. Dat ligt allemaal in het verleden, vandaar dat het op één lijn ligt. He? Je omgeven door een sluier van zelfvertrouwen. Vaak dat je de dominantie de kop in kunt drukken. En daarvoor ben je nu dankbaar. Dankbaar dat je uiteindelijk zover bent dat je in union mag komen. Je bent begenadigd aangezien je tweelingenziel hebt mogen ontmoeten. Wees het universum dankbaar. Ja, want we hebben hier niet voor niks die hereniging liggen, die kaart. Zie het als potentieel. Wees niet bang voor deze hereniging, voor deze ontmoeting. Nee, wees juist dankbaar. Het is een hele bijzondere connectie. Alle pijnstukken liggen in het verleden. En zie het potentieel van deze bijzondere connectie. Je hebt nu alle sleutels in handen, want je hebt alle pijnpunten die je had. Heb je achter mogen laten. Je hebt alle pijnpunten heb je aangekeken. Vandaar alle sleutels die je hebt. En deze sleutels heb je dus nodig voor die hereniging. Voor deze bijzondere connectie. En daardoor ben je ook zo goed nu in balans. En kunnen jullie elkaar gaan aanvullen. Ook die balans zien we hier goed in terug. En zoals wij altijd zeggen, en het is rot om te horen, het is allemaal in divine timing, maar in deze keer is het een hele fijne kaart, want de divine timing, die tijd, die is daar. Dit is nu het moment voor die hereniging. Prachtig. Mooi.
Ik hoor dat ik het hier al bij mag laten. Nou, ga er lekker van genieten. Laat me weten hoe het gegaan is. Heel veel liefde en licht. Namaste.